De volgende inbreker geen bewakingsbeelden, maar wel een signalement. Aparte sieradensmaak en hondsbrutaal. Want de inbreker die in Zwolle tussen 22 en 24 juli inbrak bij een woonhuis van een ondernemer aan de Scherpenhoornstraat, liet een heel bijzonder souvenir achter. Nadat hij een gouden zegelring en horloge had gevonden, legde hij zijn hand nog even op de kopieermachine van de zakenman. Daar zit je als gedupeerde echt op te wachten, zo'n afscheid. Maar het is wel een spoor, want de inbreker draagt dus deze ringen. En vooral die om zijn rechter ringvinger is apart. Vermoedt u daardoor wie deze inbreker in Zwolle kan zijn? Laat van u horen.